vanavond allemaal? Kunt u mij verstaan zo? Beter? Mooi. Goedenavond allemaal. De Heer is waarlijk opgestaan. Ik wil u van harte welkom heten bij deze paaszangdienst hier in de Jozefkerk. Welkom allemaal hier aanwezig en ook aan u thuis via YouTube. We hopen dat u zich betrokken zult voelen bij deze viering. We zijn heel blij dat we na 2 jaar weer zo'n volle kerk mogen hebben en uit volle borst mogen zingen. Van onze Heer Jezus, die voor u, voor jou en voor mij persoonlijk aan het kruis is gestorven. Na 3 dagen is hij weer opgestaan. Daarom mogen we nu voluit vieren dat onze Heer Jezus leeft. We zijn ook heel blij dat jullie hier allemaal weer zijn, mannen van het CMA. Mooi dat jullie vanavond ook weer met Bert als aanvoerder hier aanwezig zijn. Vanavond mogen we meezingen met muzikale begeleiding van Jorrit op het orgel en Maries op trompet. Ook welkom heren en veel plezier allemaal ook met het zingen. Heel fijn dat het weer mag. Als tegenhanger voor al die mannen hebben we vanavond een vrouw als voorganger, dominee Johanna Greving. We hadden al afgesproken voor de paaszangdienst in 2020, maar gelukkig konden ze vanavond ook nog. Als thema heb je gekozen voor de duivel niet bang. Waarom? Nou ja, dat zullen we straks vast horen. We hebben dit jaar ook niet veel liturgieën gemaakt, omdat we alles mee kunnen zingen vanaf de schermen. We zijn blij dat het AVO-team, dank jullie wel, alles weer mooi in beeld weet te brengen. En mocht u toch een liturgie mee willen naar huis, na afloop liggen er vast nog wel wat bij de uitgang. We hebben voor het koor namelijk nog wel een stapel afgedrukt. Want anders moeten zij met de rug naar u staan als ze de schermen willen zien. Fijn dat we weer met z'n allen mogen zingen en genieten van de muziek. En dit alles tot eer van onze opgestane Heer. Laten we daarom nu allemaal opstaan en zingen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. Namens de avonddienstcommissie wens ik u allemaal een gezegende dienst en hele fijne Pasen. Thank you.
De Heer is waarlijk opgestaan. We zeggen het, net als die allereerste christenen op die allereerste morgen. De Heer is waarlijk opgestaan. En ook vanavond groeten we elkaar met die woorden. Eén vrouw als tegenwicht voor al deze mannen. Ik moet zeggen, nu ik hier sta, er is geen veiligere plek in deze kerk volgens mij. Voel me hier helemaal thuis. Dank mannen dat ik hier mag staan. Dat vind ik erg bijzonder. Het is een andere manier van kijken. Hè? Je kan zeggen, één vrouw moet het opnemen tegen al die mannen. Je kan ook zeggen, samen staan we sterk. Alles heeft altijd te maken met de manier waarop je kijkt. En Pasen heeft die manier van kijken voorgoed veranderd. Voorgoed is de camera van het ene naar het andere gegaan. Het brandpunt is ergens anders komen te liggen, zou je kunnen zeggen. Alleen nog maar de focus op dat wat leven geeft, wat hoop geeft. En niet dat die andere dingen er dan niet meer zijn, al die ellende, maar het brandpunt ligt ergens anders. Precies dat bedoelen we als we die oude woorden uitspreken. Onze hulp komt van die God die de hemel en de aarde maakte, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Die God die groet ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En die God, daar zingen we tegen. Oh, dat mogen we zitten staan. Laten we gaan zitten. Uit volle borst. En wie weet zullen hemel en aarde elkaar vandaag raken.
En na zoveel uitbundige jubel is het ook goed om even weer tot rust te komen. Om stil te worden en om het contact te zoeken met God. Laten we stil worden en bidden. Jezus Christus, opgestane Heer, hier zijn we. Mensen met hoop in ons hart. En tegelijkertijd ook met een hoofd vol beelden, vragen, zorgen. Wat kan het leven een wirwar van gevoelens en emoties, gebeurtenissen en informatie zijn? Hier zijn we. We komen bij u. En we richten ons op het lege graf. Niets meer te zien, niets meer te horen. Dat lege graf. Dat lege graf. Het maakte dat wij ons konden omdraaien. Weg van de plek waar de dood was. Op weg naar het leven dat verder gaat. Vul onze harten met de hoop dat het leven ook werkelijk verder gaat. Dat oorlog, verwoesting, gruwelijke verkrachtingen en moorden nooit het leven zo kapot kunnen maken dat er helemaal geen leven meer mogelijk is. Leer ons te lopen waar we geen wegen zien. Leer ons te vertrouwen op de vleugels van de hoop. In Jezus' naam. Amen. Wat een morgen. Een morgen om te wandelen met Christus. My Lord, what a morning. And just a closer walk with Thee. Thank you.
schriftlezing is uit Johannes 20, vers 1 tot 10. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken liggen en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Thank you.
Tweede schriftlezing is het vervolg, Johannes 20, vers 11 tot 18. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus, wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Dit Hebreeuwse woord betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen en ze zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Thank you.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Nou, heb ik een preek met plaatjes. Ik zei al, dit is de beste plek voor mij. Maar heren mannenkoor, jullie zitten echt op de slechtste plek wat betreft de preek. Nou, staat daar een scherm. Kan dat scherm ook op de bok staan? Is het snoer lang genoeg? Want dan kunnen de heren hier toch nog een beetje meekijken. Vind ik wel zo aardig, anders moeten ze allemaal terug gaan kijken vanavond. Of de bok een beetje naar achteren, dat helpt ook soms. Kijk, nou kan in ieder geval een gedeelte van het mannenkoor meekijken. Ah, beter iets dan niets, toch? Ja, en die heren daar op de voorste rij, die hebben gewoon nou ereplaats, hè? Dat bioscoopopstelling. Gemeente van Jezus Christus. Wat leven we eigenlijk in gekke tijden met elkaar? Van lege kerken en het gevaar van een virus om de hoek, zitten we nu in volle kerken. Vanochtend vol, nu weer vol. In heel veel dorpen was het ook echt vol in de kerken. En dan heb je het gevaar van een oorlog om de hoek. Als je niet beter wist, dan zou je kunnen denken, er is altijd gevaar. Is het niet het een, dan is het wel het ander. En de ervaring leert dat mensen in heel angstige tijden er niet ontspannender op worden. Ze worden er niet vrijer van. Ze raken meer in zichzelf gekeerd, gaan ook meer op hun eigen leven letten. Angstige tijden roepen vaak onzekerheid en vooral ook heel veel wantrouwen op. De complottheorieën in deze tijd, ook weer met de oorlog, geven dat heel duidelijk aan. En precies in die tijden vieren we, godzijdank, zou ik haast zeggen, Pasen. Een feest dat voluit gevierd moet worden. En waarom? Nou, dat leg ik vandaag uit aan de hand van een schilderij. Een schilderij dat de oplettende kijker helemaal aan het begin van de dienst al heeft gezien als achtergrond. En u ziet het nu ook op de beamer achter mij. Het is het schilderij van Ayn Vares en het heet The Step of Faith. Een stap in geloof. Een prachtig schilderij. We kijken vandaag naar de tekst die we hebben gelezen en we kijken ook naar delen van het schilderij waar steeds een stukje van te zien is. En kijken is werkelijk een van de allerbelangrijkste dingen in het leven. Vaak hebben we al wat gezegd voordat we goed hebben gekeken. En dan gaat het mis. En je zou het misschien in dit plaatje over het hoofd zien. Maar in dit schilderij is het niet de mens die ongeveer in het midden staat die de hoofdrol speelt. In dit schilderij zijn er andere hoofdrolspelers. En je zou ze bijna niet zien. Maar zo is het in het leven vaak ook. De echte hoofdrolspelers zijn vaak bijna niet te zien. Het zijn dezelfde hoofdrolspelers die er eigenlijk ook in ons Bijbelverhaal waren. Engelen. Verbinders tussen hemel en aarde. Een soort van postbodes. Ze laten weten, je bent nooit alleen. Ze kunnen verschijnen in verschillende vormen. Maar vaak zijn ze er als mensen die iets van God laten zien. Engelen. Je ziet het op het plaatje niet zo heel goed, maar op het grote plaatje zag je het ook niet zo goed. Maar hier zijn ze, uitgezoomd. Engelen stellen mensen vragen. Ze zijn daar, precies daar, waar de hemel en de aarde elkaar raken. Dus... zijn ze op de plek van het graf waar Jezus in ligt. De plek waar het kwaad voor mensen het allergrootst is. Waar de kwetsbaarheid ook het allergrootst is. En ook waar de afstand tussen God en mensen vaak het allergrootst is. Engelen. En die hebben een directe link met het kwaad. Het kwaad, ja, dan noem je wat. Dat is wel iets geks.
En je ziet het hier, om de voeten van de vrouw die op het plaatje staat. Het kwaad, noem het de duivel, noem het de Satan, noem het gewoon kwaad of dat wat je overkomt. Maar het is in ieder geval die kracht in het leven die mensen vasthoudt. Waarvan je met vuisten gaat staan. Waar je niet zo gaat staan met de handen open, heel ontspannen, maar waar je lichaam van gaat verkrampen. Dat is het kwaad. En dat kan in allerlei vormen in je leven aanwezig zijn. Dat wat je bezet houdt. In de Bijbel zijn ook veel mensen die bezeten zijn en door Jezus worden genezen. Dat is niet voor niks. Er zijn veel blinden en lammen. Steeds weer het kwaad dat vat krijgt op de levens van mensen. Het zijn die vervelende stemmetjes in je hoofd. Jij? Jij bent eigenlijk niet goed genoeg. Of jij zou eigenlijk meer moeten doen voor de kost. Of jij bent eigenlijk helemaal niet gelovig genoeg. Niet christelijk genoeg. Jij? Loskomen van je verslaving? Ah, wel nee, joh, dat lukt jou nooit. Je bent niets waard. Dat soort stemmetjes. Ze sluipen door je leven heen en voor je het weet zitten ze zomaar, roepsa, midden in je hart. Het kwaad zorgt ervoor dat je niet vooruit komt. Dat het je bij de benen, zoals op dit plaatje, vastgrijpt. Dat je wel omdraait, maar dat je ook weer niet ziet wat er is, zoals in het verhaal bij Maria. Maria herkende Jezus niet. En hoe kan dat ook? Want er staat een muur van verdriet tussen haar en Jezus in. En wie verdriet heeft in zijn leven, in haar leven, die ziet gewoon echt minder goed. Dan zie je niet zo goed wat er voor je is. En hoe kun je dan in vredesnaam of in godsnaam opstaan? Hoe kun je elke dag opnieuw je handen openen voor wat het leven je geeft? Ook al weet je eigenlijk niet precies wat je dan krijgt van het leven. Hoe zorg je ervoor dat je, om met de titel van deze dienst te spreken, voor de duivel niet bang bent? Want dat is toch eigenlijk wat je wil? Dat is precies de bedoeling van het leven. Hoe zorg je ervoor dat je voor de duivel niet bang bent? Nou, en wat nou het mooie is, het allermooiste van het hele geloof, daar hoef je zelf dus helemaal niet voor te zorgen. Daar hoef je zelf niets voor te doen, want het is al voor je gedaan. Al lang en breed. Daar op die plek bij Maria, bij dat open graf, daar was het al klaar. Een open graf, leven in het graf en leven buiten het graf. Alles in één keer. En Jezus geeft in ons verhaal, in ons Bijbelverhaal, precies aan wat er nodig is. Klamp je nou niet aan mij vast. Ga zelf maar op weg. Doe maar. Ik geef jou vleugels om te durven. Vleugels op je rug, aan je voeten, aan je handen, bij je ogen, je oren, waar het ook maar nodig is. Vleugels om te durven. Genoeg kracht om stappen te zetten die je nooit voor mogelijk had gehouden. Vleugels die je misschien wel helpen om over water te lopen. Over alle chaos van het leven heen. Want in dat water, weet u nog, daar woonden de zeemonsters. Daar moet je niet zijn als mens. En lieve mensen, als je nu denkt, ja, leuk dominee, mooi praatje. Maar nu concreet, wat moet ik er nou mee? Dit is een oefening die een leven lang duurt. Zo werkt dat in het leven. Elke keer weer, als het kwaad je vastgrijpt, als het over je heen golft, als je je niet om kunt keren en als je niet helder kunt zien, zul je weer opnieuw moeten kijken, waar zijn mijn vleugels? Je hebt oefening nodig in het leven. Vertrouwen moet opgebouwd worden. Maar weet, op elk moment in je leven, dat die vleugels je gegeven zijn. Je bent zelf een boodschapper geworden op het moment dat Christus uit het graf opstond. Een boodschapper van dat goede nieuws. De strijd is gestreden. Het kwaad is overwonnen.
Nou, opnieuw kun je zeggen, dat is mooi dominee, maar we kijken de televisie, die zetten we aan. Moet je ook niet al te vaak doen trouwens, maar goed. En dan heb je Oekraïne, wat om je oren wordt geslagen. En als je even iets naar andere zenders kijkt, zie je op een gegeven moment vanzelf Jemen of Somalië of welk land dan ook langskomen. Het is er allemaal. En hoe gek het nu misschien ook klinkt, en hoe oneerlijk het misschien ook klinkt voor de mensen die nu in Oekraïne kapotgemaakte gezinnen om zich heen hebben, vanuit het hele grote perspectief zijn het schokgolven. De grote klap, de grote strijd tegen het kwaad is al geweest. Het is niet de bedoeling dat het kwaad nu nog aan mensen vastplakt. Met Gods vleugels mag je de wereld ingaan. Misschien zelfs moet je de wereld ingaan om hoop te blijven verkondigen. Het kwaad heeft haar grip echt verloren. Ook al zou je denken dat dat niet zo is. Hier zitten we bij elkaar. En samen met ons allemaal zijn we lichaam van Christus. Iedereen is daarin nodig. Een compleet lichaam heeft iedereen nodig. Een opgestaan lichaam ook, waar het kwaad van afglijdt. Waar het niet aan blijft plakken. Zo ben je gemaakt en zo ben je ook bedoeld als gemeente. Hier in de kerk, maar ook thuis. En er ligt een weg voor je. En er is nog genoeg te doen op die weg. Weet, op elk moment dat het lastig is, dat de strijd gestreden is, hou dat vast. De wereld is van God en van niemand anders. Dus laten we maar op weg gaan. Dan laten we Gods liefde over deze hele wereld stromen. De vleugels zitten al op je rug. Misschien voel je ze wel een beetje. Met Gods kracht in je rug en voor de duivel niet bang, gaan we op weg. In Jezus' naam. Amen. Thank you.
Wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou. Als laatste gedicht van André F. Troost, dat wil ik graag met u delen. Het heet Tegen de angst zoek ik de zon. Tegen de angst zoek ik de zon. Tegen de oorlog vecht ik om vrede. Altijd verliest wie er begon. Morgen zal zeker winnen van heden. Heden is bang en weerloos zijn. Heden is klagen. Wat zal er nog komen? Heden is vragen. Jaag de pijn weg uit mijn lijf en weg uit je dromen. Heden is rondom mensen zien, gehavend, ontheemd, nergens meer veilig. Heden is bidden dat misschien morgen toch blijkt
nog één ding is heilig. Tegen de angst fluistert de zon dat altijd verloor wie onrecht deden. Dat haat nog nooit van liefde won en leed op een dag is verleden. Hemel heb dank, ik prijs de zon. Weg van de oorlog reis ik naar vrede, die uit de dood opnieuw begon. Een ander, een eeuwig heerlijk heden. Thank you.
We worden stil en we bidden. Opgestane Christus, 10.000 jaar en tot in eeuwigheid zal onze ziel uw loflied blijven zingen. Omdat u een einde maakte aan het grote kwaad. Omdat u definitief dicht bij mensen wilt zijn. Omdat u door mensen heen in deze wereld uw liefde wilt geven. Dank u wel. Dank u wel dat u niet loslaat. Dat u meegaat. Dat uw recht en barmhartigheid altijd aanwezig is. Ook al zien wij dat niet altijd. We bidden om vleugels om te durven, om stappen te zetten, tegen verspilling, tegen onrecht, tegen verwoesting van mens en dier, tegen onze eigen onverschilligheid. We bidden u om vleugels om te durven, als gemeente van Christus, een lichaam waar uw geest in woont. Leer ons te zien wat er werkelijk toe doet. Leer ons met kracht afstand te nemen van wat verwoest. En zet ons aan het werk in uw werkelijkheid. Onverschrokken, vol moed, voor de duivel niet bang. We worden stil. Spreek tot ons als wij zwijgen. En luister naar ons als wij spreken. God, hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ja, en dan dat slotwoord. Jij kan wel eventjes een bedankje doen, hè? Zeiden ze tegen mij. Ja. Ik kan wel even het bedankje doen. Ik kan zeggen bedankt allemaal, maar dan kun je allemaal gaan applaudisseren. Er zitten hier heel veel mensen die heel veel dingen hebben gedaan. Niet alleen de zichtbare mensen hier, maar veel meer mensen op de achtergrond. Mensen die het georganiseerd hebben, de boel warm gestoken, nou dat was niet nodig. Het licht aan hebben gedaan, de deuren open hebben gedaan, gezorgd dat alles in goede banen is gelopen. Mensen die hun talenten hebben ingezet, met zang, met muziek, met organiseren, met praten. Maar dat heeft u ook gedaan. En daarom, als je applaudisseert, doe dat dan voor degene die het talent geeft. Voor God zelf en ook voor onszelf. Want zijn geest is ook in ons. Een dankwoord aan ons allen namens God en voor God. En uiteraard is de collecte van harte aanbevolen. Want wil je dit met elkaar blijven doen, dan zul je dat ook gewoon financieel moeten regelen. Thank you.
kijken. En dat was de allerbeste oefening in Pasen, in opstaan. Verschillende teksten en toch hetzelfde uitkomen. Zo moet je dat doen in het leven. En stug doorzingen, hè? Gewoon stug doorzingen. Nou, eigenlijk is dat vrij leven. Voor de duivel niet bang. Niet stoppen omdat het misgaat. Doorgaan. Dus we hebben de preek in dit laatste lied helemaal in samenvatting gehad. Ga dus op weg. Laat je voortgeduwd worden door de vleugels van de hoop en weet je gedragen door de zegen van de opgestane Heer. De eeuwige zegene en behoede u. De eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.